Yo, welkom bij het ADO-journaal. Ja, een beetje ander filmpje dan normaal. Jullie hebben gelezen, Marcel Hamer is overleden. Supporter van ADO Den Haag, natuurlijk ook een vader en een man van een vrouw natuurlijk. Maar ja, wij spraken een maand geleden met hem, hier en in het Kyocera, over zijn leven, over ADO, over alles. Ja, het leven gaat snel. Nou, dat het betrekkelijk is, dat ga je nou merken, want ik praat met Marcel. Mars, het is het een en ander veranderd, hè? In je leven? Ja, dus de laatste tijd is er heel erg veel veranderd. Wat is er precies gebeurd? Er is voor de tweede keer kanker bij mij ontdekt. In mijn lichaam. En? En de vooruitzichten zijn nul. Je bedoelt, het is niet meer te... Ik ben niet meer te helpen. Ik ben opgegeven door de artsen. En ja, ik sta met mijn benen. Het gaf eigenlijk, zou je zo mogen zeggen. Zo, mat. Wat gaat er door je heen op zo'n moment dat je zo'n bericht krijgt? Nou, het is het laatste bericht wat ik heb gehad van de arts. Het is 2 weken geleden dat ze stopte met de behandeling. Ja, dan vergaat de wereld. Ja. Dan zakt de vogel niet weg. Echt, maat? Ja. Want met deze loketten, ja, is het begonnen, toch? 8-jarige leeftijd was ik supporter van ADO, ja, klopt. Ja. Hoe oud ben je nou, maat? 57. Je bent net zo oud als ik. Je bent ook van 55. 56. 56, oké. Okay. Ja. Je bent net 57. Bijna. Oké. Okay. Hey, maat, kocht je hier je kaartje? Ja, ik ging altijd bij mijn oom. Ja. En waar stond je altijd? Altijd Midden-Noord. Zullen we even naar Midden-Noord gaan? Ja, ja, er is niks meer, maar dan gaan we even naar de plek. Ja, dat is lang geleden. Oké, okay, maat. Marcel wordt geboren op 25 januari 1956. In een groot gezin van 7 kinderen. Als spoorwijker komt hij al snel in aanraking met ADO. Naast zijn liefde voor voetbal was hij een gedreven bowler. En hij wierp graag een hengeltje. Hoppa! Hoppa, dat was het hier ook. Kijk, ja, hier gebeurde het al. Ja. Nou, niks meer, hè? Oh, nee. Maar dan stond je op Midden-Noord. Ja. Nou, dan moeten we even... Nou, het staat geloof ik. Kennen we erbij komen? Anders, je weet hoe ik ben met hekken, hè? Ja. Nou, gewoon een hek opzij. Zo, brilletje maar op, lekker in het zonnetje, maat. Ja, scherp, ja. Hey, maar dan stond je in het midden hier, ja. Midden-Noord. Midden-Noord. Verder, hè? Ja, ik stond uit vast, ik ging over naartoe, hè. Ja. Als jongen, ging je een beetje scherp in. Beetje hier kijken, beetje daar kijken. Ja, waar ben je begonnen? Ook achter het kolder? Achter het kolder, ik ook, ja. Ik ook. Met je vader? Nee, met mijn zwager. Oké. Okay. Die was ook ADO supporter en die nam ook altijd mee. Oké. Okay. Ja. Wat tof dat hij je meenam. Ja, ja, zeker, zeker. Echt, nou, dan was het nog niet ver. Zo'n beetje. Een beetje in het midden van de... Zo'n beetje is het. Ja. Dit is het wel voor het gevoel, maar. Ja, ja. Godverdomme, man, lang geleden. Ja, helemaal. Ja. Ja, zo lang zijn we nog niet weg, hè? Nee, maar het lijkt een eeuw. Ja, het lijkt lang, hè? Het lijkt een eeuw. Maarten, hier kreeg je ook voor het eerst, kreeg je... Ja, hoe praat je erover? Zeg je gewoon zoals het heet, kanker? Kanker, ja. Het woord moet gebruikt worden, maar niet misbruikt. Nee. Heb je het zelf wel eens geroepen? Tuurlijk. Ja, maar. Ben ik wel eerlijk in. Ja. En nog gebruiken. Ja. Maar doet het je nou, heb het nou een andere betekenis, nou, voor je? Nee, het heeft geen andere lading. Nee. Nee? Nee. Dan zou ik een huigelaar zijn. Ja, ja, precies. Nee, jij hebt bepaald, ja. Maar het is jouw film, het is jouw dag, jij mag alles bepalen. Nee. Maar hier 10 jaar terug, kreeg je voor het eerst last. Wat was dat van je rug? Nee, 13 jaar geleden, ja? Had ik een pijnlijke plek aan mijn schouder. Dan ben ik bijna naar de dokter gegaan en dan bleek dus de eerste kanker te zijn die ik had. Dat was een tumor van 4 centimeter. Ja. Mijn long hebben ze lockdown. Die hebben ze kunnen behandelen. Die hebben ze weggehaald? Of die hebben ze niet weggehaald, die hebben ze met chemo en bestraling. Heb ik een wondertje boven, een enkeltje boven mijn hoofd gehad. Ja. Ben ik er helemaal van genezen. Ben gezond verklaard na 5-6 jaar. Ja. Helemaal niks aan de hand. Ieder jaar op controle. Dus hier ben je voor de rest gewoon gezond geweest? Nee, altijd gezond geweest. Ja. Nou, daar wil ik het over hebben dan, die gezonde, ja, momenten. Wat was nou je mooiste moment hier? Nou, ik kan me nog heel goed herinneren. Ik weet niet meer hoe oud ik was, maar dat was de eerste Europa Cup wedstrijd van, ja, ADO. Ja. Hier in het thuiscentrum. Met Aad. Met Aadje Manveld en Dikkie Advocaat. Ja. Dat is het enige wat mij nog waren we klein, van toen die tijd bij is. Nou. Als je terugdenkt aan die tijd, ja, ik zie de beelden altijd in mijn hoofd, ja, zwart-wit. Ja. Hè, gek, hè? Je krijgt alleen maar kleurtje klap op je jas. Ja, toch, man. Ja. Dat was je mooiste... Nou ja, dat staan we nog heel goed bij van dit stadion. Ja, ja. Er zijn natuurlijk talloze andere wedstrijden natuurlijk. En uit en spelers, wat voor spelers konden je al bekoren? Nou, de keeper Tom T.
Ponti, ja. Dat was wel toen, hè? Ja, dat was ook wel een keepertje. Schöllerling was ook een wereldvoetballer. Ja, ja. Zo had je er meerdere. Maar als je mag er drie kiezen. Drie, de beste tot nu toe. Nou, dan is het Aartje Mansveld. Ja. En dan heb ik Tom Tiers keeper. Ja. En dan, ja. Moeilijk, hè? Ja, ik weet het ook nooit om te zeggen. Want als ik er drie zou noemen, dan vergeet ik er nog drie. Weet ja, je want wel? Er waren er gewoon heel veel. Ja, ja. Hey, en er zijn er ook zoveel groot geworden hier. En was je er ook bij met Ajax? Ja, tuurlijk. Altijd. Echt, hè? Maar stond je toen nog Midden-Noord? Want ik stond toen al op M. Nee, dat kan ik me niet zo goed herinneren meer. Want het merendeels heb ik achter een kogel gestaan. Ja. Later. Ja. Maar Midden-Noord. Ajax, dat was een gek huis, zeg maar, met die paarden alles. Ja, maar, ja, maar dat begon al op de Rijswijkse weg begonnen te leggen. Ja, 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 ja. Dus, het ontvangstcomité, hè? Ja. Ja. Als je dit zo ziet, hè? Als je dit zo ziet allemaal. Achter ons zijn ze aan het bouwen, ja, ja, ja. Met graafmachines nog. Daar zijn ze een heel nieuw complex aan het leggen, kunstgrasveld. Ja. En dan onze eigen stadion. Ja, dit ziet er zo uit. Dat gaat weg. Dat is geloof ik, het nieuwe jaar gaat het weg. Ja. Doet dat nog wat met je? Ja, maar ja, het mag nou wel weg, hè. Ja? Ja. Het is nou niks meer, hè? Het heeft geen allure, het heeft geen straatstraling. Maar het gras? Ja. Moet dat wel in ere blijven? Moet dit wel het veld blijven? Nee, joh. Of eventueel een hoofdveld, of maakt het jou echt niks uit? Ja, we hebben het over kunstgras, hè? Nou. Ja. Ja. We moeten er toch heen. Ja. We hebben niks te willen. Ga je het kunstgras meemaken, maat? Nou, dat is volgend jaar, hè? Ja. Nou, laten we het hopen. Juventus is je tweede liefde, hè? Ja, ja. Ja, ja, ja. Net zoals de velen, maar je gaat er wel eens naartoe. Ik zie ben al een paar keer geweest, ja. Ik zie die filmpjes dan ook bij ons voorbij komen, natuurlijk. Is dat nog speciaal? Dat is heel speciaal. Ja. Dat voel je heel anders aan. Ja, hè? Ja, heel anders. Wat doet dat met je? Zo'n volle stadion, kolpunt? Kippenvel. Ja? Uitwedstrijd in bij AC Milan. In het San Siro. Ja. Ja, dan krijg je natuurlijk een harde plassen van. Ja, helemaal. Nee, want het is zo groot. Dat zijn dingen die erbij blijven. Ja, ja. Dan staan we met de Zuidtribune, maat. En ja. Ja, nou ja, van hieruit gingen we natuurlijk altijd de spelers spotten bij een training eventueel. Ja. Maar ja, dan vraag ik me eigenlijk toch af, als je altijd naar de voetballer gaat, hè, want je bent getrouwd, neem ik aan. Ja, ja. En die zit thuis, die vond het altijd top dat je naar de voetbal ging? In het begin vond ze het helemaal niet erg. Nee. Maar ja, later is het wel minder geworden. Want er komen ook nog kindjes natuurlijk, hè? Ja, ja. Ik zit nog steeds met de microfoon af en toe. Maar je hebt voordat iedereen denkt dat hij onwijs veel borsthaar hebt, was gewoon een microfoon, hè? Dus er kwamen kindjes, maat. Ja, dan moesten we een beetje gaan minderen. Met voetbal. Ja. Dus we gingen alleen nog maar naar de thuiswedstrijden. Ja, ja. Geen uit meer. Nee, nee. Want dat, Maar dan had je er graag voor over. Ja, ik wil, maar ja. Je hebt toch ook je eigen bedrijf? Heb ik nog steeds, ja. Ja, ja. Maar ja, hoe gaat dat nou? Want je kan niet meer werken, nee. Nee, ik kan niks meer aan. Het staat stil. Staat er gewoon nul bedrijf? Het staat gewoon nul, ja. Maar ja, ben je voor zoiets als nee. Niet verzekerd of zo? Ik ben niet verzekerd voor zulke dingen. Er is ook niet tegen te verzekeren? Dat kost heel veel geld per maand. Ja, ja, precies. En nee, nooit gedaan. Dus er is ook nog eens een klapje erbij. Ja, dat is dus de spaarcentjes opmaken die we in de loop der jaren hebben gespaard. Ja. Hoe zijn ze er thuis onder? Ja. Verdriet, hè, verdriet. Ja, maat. Heel veel verdriet is er. Ja, want weet je wat ik niet begrijp? Ik heb wel meerdere mensen, niet nooit geïnterviewd hoor, maar die om me heen die het kregen dan. En het lijkt wel alsof mensen die het hebben, hoe moet ik dat noemen, een berusting hebben of een vrede ermee hebben. Want jullie tonen zo open en rustig erover. Van ja, het is niet anders en... Ja, het is een soort acceptatie. Ja. En daar moet je mee om leren gaan. Hoe lang duurt dat voordat je dat accepteert? Of zit je nog wel eens als ik klein natuurlijk... toetuilen? Ja, zeker. Ik schiet ook wel eens vol. Ja. En dat doe ik niet in mijn eentje, natuurlijk ook volgens mij. Mijn zoon thuis is of mijn vrouw. Ja. Maar ja, het is een realiteit. En ik heb natuurlijk ook een keer... Ik heb mijn eerste vrouw al weggebracht aan kanker. Toen ze 42 was. En nou heb ik 13 jaar geleden zelf kanker gekregen. En nou weer. Ja, dus hoe ga je ermee om? Ja, wat? Ja, ik weet niet wat ik moet zeggen. Nee. Ik vind het gewoon iedere keer. En ik sta niet op zich. Er zijn er duizenden. Nee, dat weet ik. Duizenden mensen. Het lijkt alsof je het steeds meer hoort. Als je ermee te maken krijgt, lijkt het net of het over om de hoek is. Ja, het is een sluipmoordenaar. Het is een sluipmoordenaar. Ja. En af en toe wint er eens iemand. Ja. En ik heb het 13 jaar geleden gewonnen.
Je bent geslacht, we gaan even naar het Kyocera. Kunnen we een bakje koffie of zo nemen, maat? Is goed. Ja, gaan we even naar het Kyocera. Wat een heftig verhaal. Maar we gaan nog verder. We zijn nu bij het Kyocera stadion. Waar Marcel sinds de opening van het stadion op vak G stond. Zo. Hallo. Gaat-ie? Ja. Ja? Nou, maat, zitten we op je plek hier, op G, vak G. Maar je hebt hier dus ook, in principe heb je schone jaren gehad, je was kankervrij. Kankervrij, niks aan de hand. Niks aan de hand. Zeker. En dan, dan krijg je 2 jaar terug of zo, krijg je last ergens van? Nee, het is afgelopen november. Zo snel allemaal? Had ik weer last en daar ben ik mee naar de dokter gegaan. Maar waar had je last? Weer die schouwen? Weer op alleen aan de andere kant. Oké. Dus het was eerst dit jaar geleden hier, hè? En daarom zit het aan deze kant. Maar die konden ze nou niet weghalen of nee, bestralen? Of, nee. Want het zat verder ook? Het zat verder en er zat ook een vertakking bij mijn aorta. Dat is bij je hart? Bij mijn hart en dat is... Dat is het belangrijkste, dat is de snelweg zeg maar naar je hart, die moet het bloed pompen. Precies, en daar kunnen ze niet snijden. Nee, want als ze dat open snijden, bloei je leeg. Bloei je leeg, dus dat is maat. Ja. Wat is nou wel een moment dat jij zegt hier, in het Kyocera, want veel mensen hebben altijd gezegd, ja, we gaan weg uit het Zuiderpark ja. En dat vind ik allemaal niet. Wat vind jij ervan, dat we verhuisd zijn? Nou, voor de nostalgie is het jammer. Maar ja, je moet wel meegaan met je tijd. Ja. En dit, alles in de stad is niks. Nee. Met rally en ellende. Nee. Dus dit is toch een mooie optie? Ja, ook voor de uitsupporters natuurlijk van de snelweg zo. Van de snelweg was ook een dilemma. Ja. Dat ze de halve wijken door moesten. Hè? Hebben we wel eens meegemaakt, Bart? Slagpartijen. Op de Gouverneurlaan. Ja, echt, hè? Ach, ja. Ze had geen raad meer in. Echt, hè? Alles lag eruit. Hey, maar luister, spoorwerk. Spoorwerken. Daar heb je ook meegemaakt, onze oude nieuwe en zo. Van harts. Ga ik weer. Je hebt zelf een tamponie. Ja, oude nieuwe was ook altijd spannend. Echt, hè, maat? En het Kroslandje? Kroslandje op de Grijswijk. Ja, toch? We hebben de Huis de Londenlaan. Huis de Londenlaan, klopt. Oh, wat een feest, hè? Ja, klopt. Met de Zolexie. Ik had toen de Zolexie. Ja, ik heb ook alles gehad, hoor. En ik vond ze altijd langs de straat. Ze zei altijd tegen me, hoe kom je daar nou? Ja, die lag ergens, weet je wel. Ja, was heel toevallig allemaal. Maar ik ben niet meer zo. Ben jij een boefje geweest? Nou, beschaafd boefje. Ja, ik vind me eigenlijk ook een beschaafde boef. Ja. Ja, vind ik ook. Ja. Ik kan het ook overdrijven. Ja, toch? Hey, maar maat, we moeten het er toch even over hebben. Want ja, op een gegeven moment ben je er niet. Ja, gaat danken. En hoe wil je dat de mensen terugdenken aan jou? Dus zeg maar, als ik dit filmpje online zet, weet je wel, dan ben je er niet meer. Ja. Dan hebben we, ik noem maar wat, zullen we dat afspreken dat als de uitvaart, wat wil je begraven? Of je wordt gecremeerd. Je wordt gecremeerd. Als die crematie is geweest, dan zet ik het online. Ja. Maar hoe wil je dat de mensen jou terugzien? Ja, hoe moeten ze mij, zoals ik was? Ja, hè? Niks meer, niks minder. Nee, hè, maat. Nee. Ja, raar om over te praten. Een hele raar onderwerp. Voor mij ook, hoor. Hey. Ja, zeker. Want ik zit altijd te kikken met de spelers en weet je, supporters onder elkaar. En dan praat ik met jou ook supporters onder elkaar. En dan, gaat het ineens over dit, hè? Ben je misschien morgen een supporter kwijt? Ja. Luister, als het nou, want je hebt pijn. Ja. Je krijgt ook medicamenten daarvoor, heb je. Zwaar onder de morfine. Ja, een morfine, maat. Ja. Ben je stoont ook, of niet? Nou, dat net niet. Nee? Als ik het wil, kan ik het wel. Ja. Maar dan is het weg. Nee. Ik denk, je liet me ook een verleden keer een flesje zien wat je bij je hebt. Ja. Dat is een noodmiddel. Als ze voor erg acute pijn, ja. Dan moet je even in mijn neus sprayen. Ja. En dan ben je er gelijk vanaf. Maar als het nou zo wordt, maat, dat je echt zo pijn hebt, dat het helemaal niks meer is. Dan hoor je wel eens dat mensen zeggen van nou weer ja. Ik nok ermee dat je met de dokter gaat praten of weet ik veel wat. Hoe heb jij zelf daar iets... Ja, die gesprekken zijn al geweest. En de afspraken liggen daar. Dat als het niet meer gaat, want de kwantiteit en de kwaliteit niet meer aanwezig is, dan word ik een handje geholpen. Maar moet je dat zelf aangeven? Moet je zelf aangeven. Want ja, stel je voor dat je zo ver weg bent dat je het zelf niet meer weet. Nee, maar dat is geen uiter. Het is geen euthanasie. Nee? Maar het is een beetje helpen. Met. Ja, je krijgt wat meer morfines en dingen. En dan voel je lekker slapen.
soort, ja, wij noemden dat vroeger de Sint-Christoffel cocktail. Dat is gewoon alles, weet je wel, maat. Alles. En dan is het over en sluit en dan ga je slapen, geloof ik. Dat is de bedoeling, maar ja. Kan ook anders. Nee. Je slaapt. Je hebt niet te horen gekregen op zijn gunstigste. Nou, je hebt nog een jaar, of want je hebt het over maanden. Maanden. Kunnen er 200 maanden? Kunnen er 10 zijn. Ja, oké, okay, zo maat. En mijn streven voor mezelf is 25 januari. Want? Dan word ik 58. En die wil je redden? En die wil ik halen. Helaas heeft Marcel zijn verjaardag niet gehaald. En is hij veel te jong gestorven. We volgden hem tijdens een van zijn laatste wedstrijden. Waar hij gelukkig nog kon juichen. Je vertelde dat net in het Zuiderpark, over je kinderen. Maar die hebben dus de moeder al verloren aan die ziekte. Ja. En als ze de vader, zijn ze dan wees? Dan zijn ze wees, hè. Heftig, hè, man. Ja. En je hebt een... Zeg maar, de vrouw die je nou hebt, dat is een nieuwe, dat is een tweede vrouw. Dat is mijn tweede vrouw. En hoe is die eronder? Ja, die is helemaal gebroken. Ja, helemaal. Ze is helemaal gebroken. Ja. Wat vond zij ervan dat je met mij dit ging doen? Nou, dapper. Ja? Dapper. Dat vind ik ook, hoor, maat. Want ik weet niet hoe... Ik weet niet hoe ik er aan toe zijn. Het zijn wel de dingen van het leven. Ja, ja, ja. Ik ben ook blij. Ik vind het ook stoer dat je het doet. Want weet je wat het is als ze dadelijk zeggen... Hé, wie was dat dan? Wie was nou Marcel Hamer? Wie? En dan heb ik, daar komt er een of andere foto op met een of andere... Daar, ja, ik ken hem wel een beetje. Wie? Nou weten ze wie het is. Nou, is het. Ja, doe maar. Ja. Heftige shit, maat. Is er nog iets wat je... Je bent er toch niet meer, dus je kan nou alles zeggen. Ik kan alles zeggen, ja, inderdaad. Ja, dus ja. Dat je gewoon wil zeggen, dan kijk je die camera aan. Dan weet ik veel wat, misschien heb je nog wat te zeggen, maat. Of het is privé. Ik zou het niet weten. Nee? Ik heb... Een mooi leven gehad. Ja. Te kort, maar. Ja. Ik mag niet mopperen. Ik heb een hele lieve tweede vrouw teruggekregen daarvoor. Ja. En die gaat het ook wel halen en redden. En ik hoop dat het met iedereen goed gaat. Ja. Dat hoop ik. Op je maat. Ja. Oké. Okay. Nog kabba. Dag maat. Tot later.